We hebben vandaag een grote oefening gehouden om ons voor te bereiden op een terroristische aanslag. En daarbij zijn verschillende diensten aan bod geweest, zowel de politie, de brandweer als de ambulancedienst. De verhaallijn was dat er een aanslag had plaatsgevonden op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar had een grote schietpartij plaatsgevonden, meerdere daders hadden om zich heen geschoten. De politie heeft daar in eerste instantie geprobeerd die daders uit te schakelen. Dat betekent dat de slachtoffers geholpen zijn door de brandweer en de ambulancedienst. Dat is gevolgd door een gijzeling. Men kon de daders niet in één keer uitschakelen. Dat gaat straks nog een vervolg krijgen en dan probeert men de gijzeling definitief op te lossen. Er zijn allemaal mensen binnen. En, allemaal mensen uit elkaar. Het is voor de brandweer, de ambulancedienst en de politie om ons beter voor te bereiden op die terroristische aanslagen. En wij doen dat in samenwerking tussen de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En dat betekent dat wij allebei liggen in de politieeenheid Rotterdam. Waarom doen jullie dit? Ja, als u om u heen kijkt, dan ziet u dat in onze omringende landen al meerdere aanslagen hebben plaatsgevonden. Parijs hebben we natuurlijk allemaal op ons netvlies. Brussel is natuurlijk nog een stapje dichterbij. En dat betekent dat niet de vraag is of we in Nederland een keer een aanslag krijgen. De vraag is waar en wanneer. Ik wil dat jullie gaan gereed maken om samen met de politie naar binnen te gaan en slachtoffers te gaan redden. Help! We oefenen om te kijken of alles wat we met elkaar hebben afgesproken qua werkafspraken, of dat ook werkt. Dat betekent dat als je oefent, dat er automatisch dingen niet gaan zoals je dat bedoeld had. En dat kan ertoe leiden dat wij onze plannen die we hebben moeten aanpassen. Wat we in elk geval met elkaar leren is dat opleiden niet voldoende is. Je moet trainen, zorgen dat mensen weten wat die afspraken zijn. En je moet ze beoefenen. Zodanig beoefenen dat je op elk tijdstip van de dag exact weet wat je van elkaar mag verwachten. Want in belangrijke mate gaat dit over vertrouwen in elkaar. Weten wat die andere partner doet en weten wat die ander nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Daar is een heleboel goed gegaan en natuurlijk zijn er ook dingen minder goed gegaan. Kleine foutjes, wat grotere fouten. Maar dat betekent dat je van elkaar leert van hoe het de volgende keer niet moet en wat we de volgende keer vooral anders moeten doen. Dat is hetgene waarom je oefent. Dit zijn grote oefeningen. U moet zich realiseren, alles bij elkaar hebben hier zo'n 450 mensen aan deelgenomen. Dan weet u ook dat we dat niet elke week kunnen doen. Hoe vaak, dat durf ik u nu nog niet te zeggen. U moet zich ook realiseren dat wij vandaag bestuurders op bezoek hebben gehad. Om hen ook ervan te doordringen dat dit soort oefeningen noodzakelijk zijn. Want dat kost capaciteit, dat kost geld. Maar het is wel noodzakelijk om mensen in operationele zin voor te bereiden op deze zware taak. En ik hoop dat we dit met enige regelmaat kunnen gaan herhalen.